Lekker op zo, hè? Ja, lekker toch? Eindelijk is orde op zaken. Kijk, ja, om hiernaast. Nou, geniaal, hoor. Nou, Koen, het is maar een prullenbak, hoor. Ja, precies. En dat betekent niet dat jij daar zomaar ongelezen brieven in kan kieperen. Oh, rustig maar, rustig maar, rustig maar. Kijk, ik lees hem al, ik lees hem al. Nou, als jij dat lezen doet, dan ben ik benieuwd waar jij naar school bent gegaan. We moeten toch echt een nieuw heet hangijzer vandaag hebben, hoor? Ja, raak! Zeg, ik praat met je. Luister je eigenlijk wel? Oeh. Wat zeg je? Niks, slaap maar. Koen, raak, in één keer! Hoe deed je dat? Hoe deed ik wat? Ja, dat mikken, in één keer. Je gooit hem en hij zit er in één keer in. Wat, waarin? Probeer het nog eens. Doe dan, gooi dan. Ach. Nou, weer raak! Dat kan toch geen toeval zijn? Hier, probeer dan nog eens. Gooi eens. Nee, probeer jij het nou eens. Ja, dat moet mijn richtinggevoel zijn. Dat is altijd al goed geweest. Ook veel aan gehad in allerlei situaties. Zullen we een spelletje doen? Nee, we moeten eerst brieven selecteren. Ah, toe nou. De tiende, die raak is, die wordt het, oké? Ja, oké. Ja, oké. Ja, raak! Raak! 2, raak! 3, raak! 4, raak! Hier, let op, kom. Raak! Oh, dat worden er veel meer dan 10, Koen. Ja, niet slecht, hè? Ja, maar welke moeten we nou nemen? Je zei de tiende die raak is. Ja, dat... Ja, nou? Je hebt het zelf gezien, Koen. Nee, ja. dat lijkt me eenvoudig. Ja. Hoe dan? Het is op tafel ook. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Koen, welke wordt het nou? Koen. Koen. Hallo, stoere knapen. Wat heb je daar nou? Dit is een speciaal heet hangijzer dat ik apart heb gehouden. Dit is een typisch geval van willekeur. Van wat? Nou, van mensen die zomaar iets doen zonder dat ze erbij nadenken. En die kinderen worden hier het slachtoffer. Die worden van het kastje naar de muur gestuurd. Oh, dat is niet prettig. Nee, dat is een schande. Erop af! Wacht even, Koen. De ridders nemen weer een zaak ter hand. Van dappere daden hebben zij veel verstand.
Zodat je ook weer zin hebt om door te gaan. Nee. Ik trakteer. Nee, Reinoud. Je mag nemen wat je wilt. Nee. Oké. Okay. Dit. Dat lijkt me wel wat. Ja, nee. Nou heb ik er al geen zin meer in. Nee, nou hoeft het niet meer. Ik bied jou iets aan en je gaat er niet op in. Voor mij hoeft het echt niet meer, hoor. Nou, dit is heel geschikt. Keurig. En gezellig ook. Koen? Ja? Je vindt het hier wel wat, hè? Ja, dit lijkt me wel wat. Kikkerbilletjes. Specialiteit van het huis. Ja, inderdaad, Koen. Nu je het zegt, het ziet er inderdaad zalig uit. Oh, en kijk. Slakken. Zijn we ook slakken? Zullen we maar naar binnen gaan? Nee. Dit is toch wel heel erg chic, hè? Dat is toch niks voor ons, zo opgeprikt zitten in zo'n restaurant. Nee, we kijken wel even verder. Nou, Koen, ben je nou helemaal? Eerst wil je weer niet en dan wil je weer wel. Ja, nu weer niet dus. Ja? Nou, schiet op, ik heb honger. Wiener schnitzel met patat en sla. Lekker. 17,50. Oh, hebben ze ook nog iets anders? Ja, dagmenu. Halve kip met patat en sla en appelmoes. 7,50. Oh, kijk. Ze hebben plastic bloemen. Nee, ik vind niks. Echt? Nee, namaak dus. Ja, geniaal. Nee, niks geniaal. We gaan verder. Ik ga tot hier en geen stap meer verder. Hier kun je niet eten, Koen. Hier, lees zelf dan. Er staat toch dadelijk bar. In een bar kun je alleen drinken. In een snackbar, Reinoud, kunnen mensen terecht zoals ik. Die snakken naar eten. Het woord zegt het al, snackbar. We gaan hier dus naar binnen. Nou, mij lijkt het niet erg gezellig, hoor. Als het maar vult. Neem ik je een keer mee uit eten, zit je alleen maar te zeuren en te klagen. Nou, gezellig hoor. Nou, wanneer komt er nou iemand? Ze zal zo wel komen. Bedenk vast wat je hebben wil. Zie jij een kaart? Ze hebben niet eens een kaart. Die kijkt ook zo de keuken in. Zal wel modern wezen. Ze komt er zo aan. Ik kan daar niet zomaar zitten hoor. Ik moet wel wat bestellen. Oh, mag ik de kaart dan even zien? Je wil weten wat we hebben? Hang daar. Nou, doe mij dan maar een patatje met. Patat met? Oké. Anders nog iets? Ja, een carbonaatje. Maar ik had nog helemaal niet gezegd met wat ik het wou. Wel toch? Gewoon met. Nee, met wat? Daar gaat het om. Met mayonaise toch? Ja, dat klopt. Hoe kun jij dat nou weten? Dat zeg je net zelf. Heb jij me net horen zeggen met wat ik het wou? Ik wil graag iets heel speciaals. Kunt u mij iets aanbevelen? Ja, alles kan speciaal eigenlijk. Oh. Maar als je het mij vraagt, ik persoonlijk ben nogal weg van de berenhap. De berenhap? Ja, maar dan moet je hem niet speciaal nemen hoor. Dan moet je hem oorlog nemen. Een oorlog?
Ja, ja. Nou, doet u mij maar gewoon een Hollandse biefstuk. Een beetje normaal. Nee. Koen wil een biefstuk. Ja, een Hollandse biefstuk. Een HB'tje. Wil je er nog iets bij? Nou, ik moest het ervan nemen van Reinhard hier. En dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dat is zo speciaal. Dus een patat graag. Speciaal dus. Laat u dat kabinaatje maar zitten. Het is misschien een beetje veel. Ja, wat ongezellig. Eet nou lekker mee, joh. Ja. Ja. Goed. Doet u me dan maar dat knakworstje. Een frankfurter in plaats van een carbonaatje. Nee. Ik zeg een knakworst. Ja, dat zeg ik toch. Een frankfurter, toch? Oh, sorry. Nee, als u dat zegt, dan zal het wel zo zijn. Tatje, Bert. Ga nog zitten. Als ze hier te lui zijn om het te brengen, dan doe ik het wel. Ze hebben het bestek vergeten. Neem even met zijn vork mee. En dat is speciaal. De vorkjes staan daar en daar liggen twee servetjes. Ze hebben alleen maar dit. Knakworst. Ja, laat mij nou maar even. Haal jij die knakworst nou maar. Dat is ook niet veel, zo'n worstje. Dan bestel je toch nog wat bij. Ik moet zeggen, het smaakt heerlijk hoor. Biefstuk komt er zo aan. Ik wou alleen wat bijbestellen. Zeg het maar. Heeft u misschien iets groters dan een knakworstje? Zoiets? Frikandel? Maar dan graag speciaal. Eenmaal open been. Psst. Biefstuk. Nee hoor, dank u wel. Dat was het geloof ik wel ongeveer. Dat is dan 25 gulden en 5 centjes, alsjeblieft. Wat zeg je? 25 gulden 5. Ja, ik heb nog geen hap gehad en dan wilt u nu al dat ik betaal. Het is ook nooit goed. Als ik wacht met afrekenen totdat de mensen klaar zijn met eten, ben ik te langzaam, want de klant heeft haast. Wil ik iemand even lekker snel helpen, gaan ze uitgebreid zitten dineren. Ga je gang hoor, ik heb de tijd. We sluiten om 12 uur vannacht. Nou, de biefstuk. Ik heb geen honger meer. We gaan het nu weer passeren hoor. Open been! Eet nou wat, joh. Het is te veel. We hebben helemaal niet gehad. Het geld is te veel. 25 gulden 5. Nee, hè? Word je eigenlijk eens een keer mee uit eten genomen, krijg je dit. Nou, ik hoef ook niet meer. Nou, schiet op, pak maar. Andere kant. Rustig. Ik heb het. En we afrekenen. Zeg het maar hoor. 25 gulden 5. Zoals ik net al zei. Goedemiddag. Doei.
We hebben toch een afspraak met één. Ja, niet met de hele meute. Dan ben jij al ooit? Ja. Wees voor. Hallo stoere knapen. Een paar huizen voorbij ons is een groot plein met een stenen muur en een deur van een garage. En achter die stenen muur wonen meneer en mevrouw Aarts. Aan de overkant is een kerk, ook met een plein. En daar woont de pastoor. En als we buiten gaan spelen, gaan we meestal op het pleintje van meneer Aarts. Omdat in de kerk dan meestal een mis is. Als we dan gaan voetballen, komt de bal wel eens tegen de garagedeur. En dat gaat best wel hard. Maar dan gaat dat echt per ongeluk. Maar dan komt meneer Aarts buiten en wordt kwaad. Dan zegt meneer Aarts dat wij maar op het pleintje bij de kerk moeten gaan spelen. Wij dus naar het kerkpleintje. Even later komt de pastoor buiten en zegt dat we naar het pleintje moeten gaan van meneer Aarts. Ja, dan weten we echt niet meer waar we naartoe moeten. En een grote mond opzetten mogen we natuurlijk ook niet doen. En verder kunnen we ook niets doen. Hopelijk jullie wel. Alvast bedankt. Heel goed. Hallo. Is meneer pastoor er ook? Nee, die is niet aanwezig. Die is niet aanwezig? Nee, hij kan alle ogenblikken thuis komen. Hij kan alle ogenblikken thuis komen. We zijn dan nog niet glas- en loodramen. Ja, daar gaan we toch niet de zaak voor oplossen, zeg. Zulke kleine rotraampjes. Een heet hangijzer is een heet hangijzer. Is er niemand omdat daar een fiets staat? Ja, we zijn er al geweest. Maar meneer pastoor is er nog niet. Is hij misschien hier binnen? Meneer pastoor! Zullen we roepen? Ik kan toch hier niet roepen, man. Meneer pastoor! Nou, nee, nee. Sorry, we zoeken hem ook. Zo. Goedendag. Ja, ik ben ridder Reinoud van Aardevoorde. En ik ben Koen. Wij zijn de ridders van het hete hangijzer. Ja, en we hebben een heel heet hangijzer. Met u. Of je even met ons zou willen meelopen. Gaan we oversteken? Ja. Ja, we gaan oversteken. We zijn er nog hier even mee. Ja, we zijn er nog even. Hier. Goed. Goedendag. Ik ben Reinoud van Aardevoorde. En wij zijn de ridders van het hete hangijzer. Is meneer Aarts er ook? Nee, die is niet thuis. Die werkt. U bent mevrouw Aarts? Kunt u dan even met ons meewerken? Dit hier is een plaat. Ja. Ja, en dan zijn wat we hier. Zien we hier? En dit is? Ook een plaat. Ook een plaat. Ja. Een kerkplein. Ja. Speelplaats. Nee. Ook ja. Een speelplaats. Waar kinderen ook spelen. Ja, ja. Nou. Maar dat mag niet van u. Ja, jawel, we mogen hier spelen. Alleen, niet voetballen. Niet met voetballen. Maar ze willen voetballen. En u vindt? U heeft last van dat ze bonken met de voetballen tegen de muur. Ja, en in de tuin. En mijn ramen. Dat is dus wel een probleem. Dat betekent dus dat Alois nergens kan spelen, nee. Want ze mag niet op dit pleintje en niet op dat pleintje. Dus het is eigenlijk wel ontzettend heet hangijzer. Ja. Spelen kunnen ze wel hier, alleen met voetballen, dan kunnen ze erachter op dat voetbalveldje kunnen ze terecht. Maar er liggen allemaal hondendrollen. Maar dit is dus een groot probleem. En wij stellen voor dat u samen even... overleggen. Beraadslaagd even overleggen over hoe dat probleem opgelost moet worden. Heeft u een oplossing? Ja, aan de kinderen zelf ook rekening mee houden dat hij niet constant in de tuin komt. Maar misschien is het wel een idee om, je hebt van die schuimrubberballen, hè? Die ballen die zijn wat zachter. Die zijn zachter? Ja. En als we dat nou eens zo voorstellen, kijk, dan kunnen ze hier ook rustig voetballen. Dan mee. Mogen ze spelen. Ja. Zullen we het even overleggen met de kinderen? Nou, wij gaan even overleggen. Goed. Zo, daar zijn we weer. Voorstel van de pastoor. Ja, als je met zo'n zachte bal voetbalt daar. Zodat hij niet door de ruit heen kan. Is het opgelost? Ja. Ja, oké. Okay. En niet de medaille vergeten. Huh? Oké. Okay. Kunnen we die nu doen, die medaille? Nee, eerst die bal. Nou, dus jij vindt dat dit hele hangijzer is opgelost? Ja. Bedankt. Van de Lois. Nou, hang ze maar om. Dankjewel. Ja, hou jij de eer nog maar aan jezelf, oké? Okay? We gaan. Ja, we gaan.